keepersband te zien. Die is even buiten Westen. Na dat contact, denk ik, met Anneke. Ik weet niet of we dat nog eens opnieuw kunnen bekijken. Hoe dat precies is gegaan. Nog eens kijken. Oeh, ja, nee, het is met Matuku daar. En hoofd tegen hoofd, denk ik. En Wils heeft hem op de slechtste plek van zijn hoofd gekregen. Het was met de elleboog. Wordt ons meegegeven. Het was in ieder geval stevig genoeg. Nog eens kijken. Nou ja, met de schouder. Niet hoofd tegen hoofd, maar schouder-elleboog eigenlijk los in het gezicht van Thomas Wils. Dat is een stevige. En ja, wordt dat een vervanging? Dat ligt wel. Want ik denk een hersenschudding. Nou ja, hij weet het even niet meer. En dan kun je preventief inderdaad maar beter even het hoofd laten rusten. Want meteen terug voluit gaan, dat is geen optie, denk ik.